In het kader van de Week voor de Gezonde Jeugd was Erben Wennemars, de voormalige schaatser, te vinden in Ommeren. Hij bezocht een aantal projecten in de gemeente Buren die sport, bewegen en gezond eten stimuleren. We zijn hier bij het Kabouterpad, vind ik hartstikke leuk. Dus heel leuk initiatief van een aantal mensen hier die zeggen, ja, weet je, we willen met kinderen naar het bos gaan en dat willen eigenlijk ook gaan bewegen. En hoe leuk is het dan dat je dan ook echt op onderzoek uit kunt gaan. Dus er zijn overal kaboutertjes verstopt, wat ik denk wat de kleine kinderen natuurlijk hartstikke leuk vinden. Het Kabouterpad is een burgerinitiatief van een aantal jonge moeders die de krachten bundelden. Het idee is ontstaan omdat we eigenlijk hier in de omgeving nog niet iets dergelijks hadden. En wij vanuit ons gezinnetje zelf graag altijd op zoek gaan naar dit soort bezigheden met onze jonge kinderen. Dus eigenlijk hebben we gewoon op den duur gedacht van ja, we moeten het zelf beginnen. Eerste contact gelegd met de gemeente om te kijken van joh, wat zou een locatie zijn. Onze voorkeur ging al wel naar het Ommerse Bos uit. En toen een hoop mensen gesproken en een hoop mensen moeten overtuigen en een start gemaakt. Met de schouders eronder en zoeken naar creatieve oplossingen is er een leuk initiatief ontstaan. We hebben het zo ingericht dat je eigenlijk elke keer als je er weer opnieuw bent toch weer andere dingetjes zult zien. Dus ja, we hopen het eigenlijk voor verschillende leeftijden. Dus ook voor opa's en oma's die met hun kleinkinderen op pad gaan. Wat er nu allemaal staat hebben we allemaal gedoneerd gekregen. Dus mensen die echt iets aan de stichting schenken, dat hebben we via uitvraag op social media voor elkaar gekregen. Wij hopen ooit dat we dingen kunnen bestellen van echt van hout. Dus dat we echt houtbewerkers kunnen vragen om alles mooi in de natuur te laten opgaan. Alleen voorlopig doen we het vooral met donaties en om gewoon gezellige aankleding te hebben. De komst van het Kabouterpad was nog niet zo gemakkelijk. Er bestond nog wel wat koudwatervrees. Ik moest wel eventjes wat mensen overtuigen, omdat het ten eerste nog een beetje voor sommigen een onbekend fenomeen is. En je moet ook een beetje achtervang hebben. Dus we moesten wel wat mensen bij elkaar trekken. We moesten wat, zoals de gemeente, de stichting Baron van Brakel, het Gelders Landschap, de boswachter. Dus je hebt wel te maken met een hoop partijen. Alleen uiteindelijk na 10 maanden hebben we dit toch voor elkaar weten te boksen. Wennemars zet zich als ambassadeur flink in om het thema gezonde jeugd op de kaart te zetten. Wij leven in een obese leefomgeving. Dus als we niet actief bezig zijn met gezonde leefstijl, dan zal uiteindelijk iedereen ongezond worden. En dat is iets waar ik me heel erg bewust van ben. En daarom moet je dat op jonge leeftijd moet je dat op een laagdrempelige manier, op een leuke manier, kinderen ervan bewust maken dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Dus dat je actief moet zijn, dat je moet bewegen, want niet altijd op de elektrische fiets, niet altijd achter je telefoon blijven zitten, maar zelf gaan bewegen, want dat is goed, dat is gezond, daar word je blij van. En daarnaast dat je ook gezond moet eten. Dat wil niet zeggen dat je heel veel ongezonde dingen niet meer mag eten, maar dat je wel laagdrempelig op een leuke manier gewoon mensen moet uitdagen om ook uit te nodigen voor gezonde voeding. En hier zijn we natuurlijk, ja, in de Betuwe met al dat fruit moet dat natuurlijk eigenlijk geen enkel probleem zijn. Ik zie hier ook alweer appels staan, dus ja, eet eens een keer een appel, drink eens een keer een glaasje water en dan hebben we een hele mooie toekomst volgens allemaal.